Afgelopen winter introduceerde het Engelse Solar een aantal hele toffe items in de SP-range. Wellicht hebben we het al voorbij zien komen op Carsolar of bij jullie in de Hengelsportzaken. Maar hier achter mij staat hij, het SeaTech Sleep System White. Een van de meest brute items uit deze range. En in deze video ga ik aan jullie laten zien wat deze stretcher zo bijzonder maakt. Nou, de Badger die hier staat is dus echt wel voor de big boys, het white model. 90 centimeter breed, maar voor de fragiele jongens is er ook een model, de standaard, die 75 centimeter breed is. Zoals die hier staat is het dus een sleeping system, een Badger met een slaapzak. Stel dat jij een goede slaapzak hebt, kun je ook de Badger gewoon los bestellen. Maar wees eerlijk, zo is het toch wel extra mooi. Zeker omdat deze slaapzak een 5 seizoenen slaapzak is, inclusief een koffer. Dus je kan hem gebruiken zowel in het voorjaar, in het najaar of in de winter als het min 5 is of min 10. Anders dan bij de meeste sleeping systems zit de slaapzak bij deze rakker niet vastgeritst aan het matras. Je hebt dus echt gewoon nog het slaapzakgevoel waarbij je extra veel bewegingsvrijheid hebt. Met een elastieke band aan de boven- en aan de onderkant zet je de slaapzak vast. En wat relaxed is, hier aan de zijkant zitten nog klittenbandstrips waardoor je de slaapzak extra goed kunt verankeren. Nu we de slaapzak hebben verwijderd, komt in beeld wat deze Badger zo bijzonder maakt. Namelijk het gepatenteerde SeaTech matras. In dit matras zitten luchtkamers die ervoor zorgen dat je zowel in de winter, als het koud is en de kou vanuit de bodem omhoog trekt, dat je dus lekker warm blijft. En het zorgt ervoor dat in de zomer bij warme temperaturen dat je ook lekker koel blijft. De Badger is rondom voorzien van een lekker stevige rand, zodat je niet met je lichaam op het frame ligt. Alhoewel de stretcher breed genoeg is dat je helemaal niet op de rand hoeft te liggen. Nou, als we de rand optillen, dan zien we eigenlijk drie bijzondere dingen. Als eerste heb je hier het scharnierende gedeelte waardoor je de stretcher kan vervoeren met je slaapzak erin ingeklapt. Daarnaast zijn er aan de zijkanten geen elastieken gebruikt en zit het matras geïntegreerd in het frame. Dit zorgt ervoor dat het matras niet kan doorzakken omdat er dus geen elastieken zijn die lurpen kunnen worden. Het derde opvallende punt is het frame zelf. Aan de zijkanten, dus de punten waar de meeste druk erop komt, wordt namelijk geen gebruik gemaakt van een ronde buis, maar van twee buizen op elkaar. Hierdoor kunnen we wel zeggen dat dit frame het allersterkste frame is dat er op dit moment op de markt verkrijgbaar is. Nou, als we naar de poten kijken, zijn er twee dingen die opvallen. Als eerste zie je nu dat de poot blijft staan. In het scharnier zit namelijk een insert, waardoor de poot extra goed klemt. De andere mooie feature is het springlock systeem. 1, 2, 3, letten we even op. Jullie snappen wel, dit zorgt ervoor dat je heel makkelijk de stretcher op de juiste hoogte kan zetten. Je laat de poot zweven boven de juiste hoogte, drukt op de knop en hij staat. Al met al kunnen we toch wel zeggen dat het Solar SeaTech Sleeping System een heel mooi product is. Dus verkrijgbaar in zowel de standaard variant, 75 cm breed, als de white variant, met of zonder slaapzak. Ga hem dus zeker checken bij je lokale solar dealer. En wie weet zit jij dit voor je wel heel relaxed met een basisstretcher aan de waterkant.